het is een lichtjestocht en dat is niet van niks. Er staan allemaal lichtjes. Oh, echt? Van het begin tot... Ja, nee, dat duurt te lang. Tot 1800 potjes verder. Tot aan het eind. 1800. En het zou fijn zijn als u die potjes ook laat staan, zodat andere mensen ook dat verlichte pad kunnen volgen. Ja, hey, en onderweg kom je ook nog mensen tegen. Wat moet je daarmee doen dan, Theo? Laten doen. Wat laten doen? Ja, laten doen. Wat laten doen, Theo? Die mensen hebben wel een stukje in gestudeerd. Dus. Oké. Okay. Ja. Nee, okay. Ja, nee, geef ze een beetje de ruimte, hè. En als je mensen tegenkomt die het zwaarder hebben. Hallo, doe het niet zo gemeen. De mensen die het wat moeilijker hebben. Oké. Je kunt ze steunen. Niet alleen door zeggen, kom op, komt wel goed. Je kunt ze ook financieel steunen. Daar zou u ons ook wel heel erg mee helpen, hoor. Want ja, we verkopen al geen lichtjes vandaag. Nee, jullie kopen me niks. Ik ga niet met een potje lopen! Nee! Nee! Nee, ik zal het ook niet doen! De hele weg! Ja. Wat denk je? Nou, zijn jullie er klaar voor? Nou, ik heb één ding nodig! Pas op! Eén vraag! Een lichtje volgen! Ja. Lichtjes volgen, maar wel vanaf blijven! Die op die bel, zes! Veel plezier! Succes! Hey Vince. Doei. Wat goed doen. Theo! Theo! Ja! Ben je weer dicht? Wanneer gaan we dicht? Nu gaan we dicht. We gaan nu dicht. Een kindje geboren, ja. En hij Jezus, en hij heet Jezus, en hij wordt de nieuwe koning. Ja. Maar ik ben de enige koning van Jeruzalem. Ja, ik zal hem zoeken. Ja, ik zal hem laten zoeken. Hij mag geen koning worden. Ik ben de koning van het almachtige rijk, van het Romeinse rijk. Ja, koning Herodes. Ik moet die vredeskoning zoeken. Ik moet weten waar hij is. Hij mag geen koning worden. Oh, waar is die vredeskoning? Hij mag die vredeskoning niet worden. Willen jullie me helpen zoeken? Ja, ja. Zie je daar dat licht? Dat licht. Als je dat licht volgt, dan komen jullie bij de vredeskoning. En dan moet je zeggen dat koning Herodes een heel mooi geschenk heeft. Ja, doen jullie dat vertellen? Ja. Ja. Het enige wat we jullie mee kunnen geven is een kerk. Dat hebben we nog. Want je moet denk ik heel ver over. Er komen een heleboel gasten aan. Oh jee. Welkom in de herberg. Welkom in de herberg. Komt u binnen om nog even een beetje korter bij. We hebben iets lekkers. We kunnen alleen niet blijven slapen. Want we zitten vol. Kijk maar, de benen die hangen eruit. En ik hoop, super in de stal. Ik kan er ook niks. Ja, ik heb dat niet bedacht dat al die kindjes geteld moesten worden. Ja. Kindje kan nergens geboren worden. Ja. Dat is zo. Huh? En die meneer en mevrouw, hebben die ook al een koekje? Maar die hoeven niet. Dat is lekker. Maar het is nog een hele grote reis, hè? Ja, we moeten nog heel veel lopen. We doen ontzettend veel lopen. We moeten aansluiten. Hebben jullie vogels gezeten? Een vogeltje sterft in staande hakken. Deze is klein. Koning en koningin. Ja, we hebben de koning en de koningin. En de koningin.
maar wel drie wijzen. Hallo, wij zijn de drie wijzen. Wij zijn de drie wijzen, kijk eens. En bier ook. Oh, ik dacht hier, kijk, we hebben koud. Dat is vroeger, ja. Nee, we hebben het wel bij. Bier ook. Ja, die zijn wat trager. En meer. Volg de ster. Hallo, wij zijn hallo. De drie wijzen. Oh, de ster. Hey. Oh, de ster. Wie ook? Kijk, die maakt terug. En weer. Hallo. Oh, nee, ik heb niks aan. Hallo. Kom me op. Hoor jij ook vertellen? Alle gedachten volgen aan de hoi, Daan. Fijne avond. Hallo. Nou. Hé, hey, op de fiets. Wat goed voor jou! Nou, wat goed. Hey. Je alle lampjes! Dan ga ik even daar meenemen. Oh, ja, dank je. Want nou moet je alle lampjes volgen, want wij moeten wachten op de kamelen, die zijn er nog niet. Nee. Die staan daar nog, had je die gezien? Ja, nee. Nou, we volgen. Hè? Kom maar. Zo, achter de mama aan. Dag! Dag Daan! Dag Daan! Wij zoeken op de kamelen. Ja, 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 dat is goed. Ja, volg de ster. Volg de ster. Playing all the old songs we love to hear. All I wish that every day was Christmas. What a nice way to spend the year. We're gonna have a blast. Ooh, I'm gonna find that girl underneath a mistletoe with his spike and the light. Bloom is swaying, snow is falling all around me. Ja, ik heb het gevoel dat ik het niet kan.
Ja, straks op. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, bravo, Frank. Hoppakee. Mooi initiatief. Zo, Hermans, pas nieuw in deze parochie en dan kunnen wij met z'n allen zeggen, kerstfeest, dat kun je op allerlei mogelijke manieren vieren. Ja, toch? Nou, daar zijn wij nu getuige van. Ja, een mooi evenement, dus ook door enthousiaste vrijwilligers opgezet. Gelukkig kan het doorgaan. En ja, het oorspronkelijke kerstverhaal wordt ook verteld en uitgebeeld. Dus dat is niet altijd met, want tegenwoordig zeggen ze oh, fijne feestdagen. En ja, we bedoelden daar dan mee, hè, met feestdagen. Waar vieren we dan? Nou ja, wij vieren dus met kerst de geboorte van een kind. Klein, kwetsbaar, liggend in de kribbe. Oftewel, God komt onder ons, hè, mensen, in één persoon. In een mensenkind die ja, vrede en voorspoed, hel en zegen brengt. Nou, en ik hoop dat iedereen ook, dat we dat voor elkaar in het nieuwe jaar kunnen zijn, in 2023. Hè? Dus we hebben natuurlijk allemaal verwachtingen met kerst voor het nieuwe jaar. De beste wensen natuurlijk ook voor 2023. Ja, en we wensen natuurlijk allemaal vrede, voorspoed, gezondheid, heil en zegen. Ja, en één persoon die heeft er zeker gebracht, dat is de kleine kind Jezus, hè, die ook later, toen hij de mensen ontmoette, dat bracht. Maar wij kunnen dat ook voor elkaar betekenen. Hè? Dus als we iemand ontmoeten in het leven, welkom heten in ons eigen bestaan, hè, kunnen we ook voor die persoon vrede brengen, recht doen en ja, een zegen zijn. Dan hoop ik dat we dat voor elkaar kunnen bewerken. Ja, hè? Dit is dan in dit dorp voor het eerst op deze manier, ja. Op een unieke en ludieke manier. Uniek, ja, ik weet niet of het uniek is, want er zijn misschien wel her en der meer lichtjes optochten. He, bijvoorbeeld in Eindhoven is ook een lichtjesoptocht, maar die ziet er heel anders uit, denk ik. Dus er wordt meer het winterfeest gevierd. Winterfeest met het verhaal van de ijskoningin en de ijsberen. Maar wij, ja, hier, dit is uniek in die zin, met de vrijwilligers op de koren en lokale verenigingen. Dus uniek en ik hoop dat nog lang... ook een lange traditie gaat worden, een lange traditie wordt. Ja. Ja, dat ziet er wel naar uit. Ik zie ook aankomen dat je hele drukke weken tegemoet gaat. En daarbij natuurlijk zullen we steeds vaak tegen elkaar zeggen een fijn kerstfeest. Dat wens ik u ook. En veel kennismaking met heel veel mensen uit dit dorp, uit deze parochie. Ja, we hebben sowieso dit weekend heel veel kerstconcerten, links en rechts in alle kerken. He, dus, en ook niet alleen kerstconcerten, ook door Harmonie en andere, bijvoorbeeld in Overloon morgen, hier in de kerk en in Oplo. Maar ook, ja, ik hoop dat mensen ook met, niet alleen met
Dus de kerstconcerten komen ook met de kerstviering zelf in de kerk. Iedereen is welkom. Ook in het nieuwe jaar, met oud en nieuw. En ik hoop veel mensen te mogen begroeten en ontmoeten. Sowieso 14 dorpen. Hè, dus van, ja, eigenlijk een onmogelijke taak zou je kunnen zeggen. Om op al die plaatsen actief aanwezig te zijn. Maar goed, ik doe mijn best als nieuwkomer, nieuwe bestoor. Hè, dus, en gelukkig, we doen het samen. En samen gaan we een nieuwe tijd tegemoet, een nieuwe periode. Hè? Graag gedaan. Ja. Maar dat gaat niet. Oh.